Goedendag. Ja, soms krijg je mooie foto's ergens anders vandaan. Zoals uit IJsland. Schitterende foto van Waldo die daar aanwezig was. Mooie regenboog ook hier boven dit woeste terrein. In Nederland zag het er vandaag heel anders uit in een groot deel van het land. Het was grijs. Het heeft ook gemisserd op veel plaatsen. Nog steeds valt er hier en daar wat motregen. En de bewolking overheerste. Maar ik denk dat we wel weer naar dit weerbeeld toe gaan. Dit is een foto van afgelopen weekeinde. Blauwe lucht, ik denk dat dat zeker vanaf donderdag een aantal dagen een hoofdrol gaat spelen. En daarbij is het ook droog weer en ziet het er zelfs een beetje lenteachtig uit, zeker als je uit de wind blijft. Dit is dinsdagavond en dan zien we nog steeds wel een storing boven Nederland liggen. Er valt nog steeds wat regen en motregen, met name ook in de noordelijke helft van het land, maar die storing die gaat geleidelijk aan verpieteren in het zuiden. Daar komen zelfs wat opklaringen. Kan ook komende nacht mist gaan ontstaan en morgen dan beginnen we wel met veel bewolking, maar naarmate de dag het breekt de zon toch op steeds meer plaatsen door, met name in de zuidwestelijke helft van het land. En donderdag en vrijdag, ja, dan hebben we te maken met een oostelijke stroming, oost tot zuidoost. Het hoge drukgebied aan boven Scandinavië wordt de droge lucht aangevoerd en dat betekent dat de zon volop kan schijnen. Maar het kan af en toe best nog wel eventjes flink waaien. Een stevige matige wind kan er soms staan. En dan moet je echt wel even uit de wind gaan om volop van het mooie lenteweer te genieten. Dit is mistvorming, volkomende nacht in het zuiden van het land. Morgenochtend kan het hier en daar ook nog wel wat mistig zijn. En dit weermodel dat laat natuurlijk hier en daar die mist zien. Maar ik sluit helemaal niet uit dat het bijvoorbeeld ook een beetje in Limburg gaat voorkomen. Misschien zelfs wel in het rivierengebied en in Utrecht. We hebben het als volgt in de kaart gezet voor komende nacht. Die mist dus die in de zuidelijke helft van het land kan voorkomen. Temperatuur kan flink onderuit gaan. In het zuiden temperaturen rond het vriespunt. Misschien wel een graadje vorst. Meer naar het noorden toe is er meer bewolking aanwezig. En in het uiterste noorden dan kan eerst ook nog wel een spatje regen of motregen vallen. Nou, morgenochtend gaat die mist geleidelijk aan verdwijnen. In de middag breekt dan de zon op veel plaatsen door. Dat uh, wordt nog steeds wat moeilijk in het noorden en uiterste oosten van het land. Temperaturen 10-11 graden. En het is wel droog. En er staat een matige wind uit oostelijke richtingen. Ja, dan de dagen erna. Ik heb even een pluim voor zonneschijn neergezet. En dan zien we dus dat die woensdag nog wel veel bewolking gaat opleveren. Veel grijstinten dan. Maar die donderdag en vrijdag en ook de zaterdag, dan zien we veel geeltinten. En dat betekent dat er veel zon zal zijn. Zondag wordt het dan allemaal weer wat minder. Net als volgende week, dan komt er toch ook wel weer vaker bewolking voor. Hoe ziet dat eruit in cijfertjes? Nou, zonnig en droog weer vanaf donderdag met temperaturen in het midden van het land tussen 12 en 14 graden. Vanaf zondag geleidelijk aan meer bewolking en ja maandag. Het is nog ver weg. Misschien is dat wel weer een totaal bewolkte dag. Nog een fijne dag.